gaan we voor beginnen. Nou, hier zijn we bij de Kunekunevarkens. Dit is Harry. Oh, wij, jullie, dit is Hilda. En dit is Harry. En als jullie meer willen weten over Hilda en Harry, kijk dan de varkensvideo. En dan weten jullie meer over ze. Achter is de vijver. Misschien kunnen jullie het wel een beetje zien. En bij de ene vijver, ja, je hoort het altijd aan de naam. Daar zitten de ene. En die kan je ook voeren voor 50 cent. Nou, hier is waar de poesjes in zitten. En dan gaan we nu naar links en dan zien we de konijnhokken. En de onderste zijn alle mannetjes. En de bovenste zijn de vrouwtjes. Ik zal jullie eventjes vertellen wat de rassen zijn. Je kunt hier ook zien, deze twee zijn de tannen. En dit is het mannetje dan en dat is het vrouwtje. Hier staat een kleine loodharinger. Nou, dit is het niet, maar dat wel. Dit is een vrouwtje en het mannetje die hebben we niet meer. En dit is eventjes gewoon die tijdelijk eventjes hier staat. Dan hebben we hier drie hamerdwergen, twee vrouwtjes en één mannetje. En het andere mannetje die is zo. Dan hebben we ook nog de raaks. Het vrouwtje zit hier boven op de hooiruif. Daar is iets lekker hooi aan het eten. En het mannetje zit hier. We hebben hier ook nog een Hollander. Hier is het mannetje en daar is het vrouwtje. En ze liggen lekker. Ze liggen volgens mij al te slapen. En als jullie meer over de konijnen willen weten, dan moeten jullie de konijnenvideo kijken. En hier hebben we ook nog twee paar hondjes te zien rijden. Dat is dan één hondje. Dan gaan we nu naar de kippen. En ik heb het al vaker gezegd, maar hier hebben we ook een video van. En als jullie die willen zien, kijk dan die ook even. We hebben drie soorten kippen. We hebben de Cochin, de Emrock en de Barnyvelder. Dan gaan we nu naar de geitenwijk. Daar lopen de geiten en de schapen. En hier gaan we even de naam zeggen. En als jullie... We hebben ook nog een schaap... Zo... Een geitenvideo. En die kunnen jullie ook altijd zien. Hier in deze voerbak zit Floor. Die zit lekker te chillen. En deze blijft toch de kinderboerderij. Hier hebben we Noah. Noah is een nieuw geitje. En ze blijft ook op de kinderboerderij. Dan hebben we hier Bounty. En die lijkt heel veel op een andere geit, maar deze heeft, zoals jullie een beetje kunnen zien, stipjes op de oren. En het is een vrouwtje. En daarachter, met een beetje donkerbruin, ja, zwart en lichtbruin, dat is Fleur. En Fleur is een vrouwtje. We hebben hier Roos. En Roos is ook een vrouwtje. En dat is de moeder van Noah die je daar ziet. En Fleur is de moeder van Floor die je daar ziet. En dan zie je daar helemaal achter het hek. Zie je ook nog een hele grote geit. Dat is Leo. En Leo is een gecastreerd mannetje. En, dat noem je een weer. Dan gaan we nu de schapen laten zien aan jullie. We hebben vijf schapen. Jullie zien er vier. Daarachter zit er ook nog één te grazen. Het zijn vier volwassen schapen en één lammetje. En het lammetje is al best wel groot geworden. Alleen is iets donkere vacht. Dat is Lara. We hebben ook nog twee schapen. Alleen die kunnen we niet zo heel goed in ons hoofd houden. Maar we hebben ook nog Hanna. En Eva, dat zijn ook nog geiten. En de anderen hebben geen naam. Nou, dan was dit heel groot geitenwei. En nu gaan we ook nog even binnen in de stal kijken. Maar we gaan daarvoor nog even naar de mestcontainer. Dat was ik even vergeten. Want die hebben we ook nog.
die moet je natuurlijk ook hebben. Maar we weten niet natuurlijk waar we het anders moeten laten. En hier zit altijd nog een hooivork en een riek. En die gebruiken we ook om op te strooien. Container staan, het karton en die kan niet open, maar dat is voor het plastic. Hier een restafval container en hier ook een. En dan heb je hier een zandbak met zand in en daar doen we soms een hokken bijvoorbeeld mee vullen. Dan gaan we jullie nu ook even de stal laten zien. En een stukje lopen, maar... En dan zien jullie gelijk een beetje de kinderboerderij. Hier hebben we ook nog een gereedschapbok. Dus al het gereedschap. Het is een beetje een rommeltje, maar het maakt gelukkig hopelijk niet uit. En jullie kunnen hier ook een klein busje zien. Hier zitten natuurlijk busjes. Die gaan af en toe ook naar buiten. Maar deze is pas nieuw, dus die gaat nu nog niet naar buiten. Zijn hier duiven staan? Wat voor duiven? En hier zie je Jaapie de water gaan. En we hebben hier kleurmuizen. Jullie kunnen ook zien, hier zit er even lekker uitgeput bij het hooi. En daarnaast hebben we ook nog hamsters. En dat zijn Russische dwerghamsters. Daar zit er eentje te eten en de andere zit verstopt in het hok. En dan hebben we ook nog iets grotere hamsters. Die zitten hier ook. En dat zijn Syrische hamsters. En hier ook, rechts daarvan. Dan hebben we het rode stro staan. Dan kunnen we rooien om te eten voor de dieren. En het stro, dat vullen we de stal mee. En dan zie je hier. Is de ponystal. Die ponies lopen nu buiten. En je ziet dat er stro is. Soms stro in ligt. En hier eten we en slapen de ezels. En soms lopen ze s'nachts ook buiten. En dan hebben we hier ook nog schapenstal. En dan lopen de schapen, maar die lopen nu ook op de wei. Die lopen lekker te eten. We hebben ook nog duiven. En het voerhok. En hier is al het voer. En hier hebben we alles gesorteerd. Hier hebben we graan voor de kippen. Geitenkorrel, schapenkorrel, eendenkorrel en varkensbrok. En hier zie ik zal alles eventjes goed laten zien aan jullie. Dit krijgen de kippen. Dit lijkt heel veel op schapenvoer, maar dit is geitenvoer. Je
ik zei het al, dit schapenvorm lijkt heel veel op geitenkorrel. Eenden krijgen dit samen met graan. En soms krijgen ze brood. En dit is varkenskorrel. Daar zitten hier knaagdierenvoer in. Dat zal ik jullie ook even laten zien. Dit is gemengd voer. We hebben ook nog pulp. Hier daar zit pulp in en dat geven we de geiten en de schapen meestal. En dit is dan nog brok. Maar wij doen het dan in water en dan wordt het anders, want dat geven we ze dan. We hebben hier een schoon graan. En dat kan je voor 50 cent kan je dat aan de kippen, varkens en duif geven. En dan hier weer een grote kist met ook nog voer in. Korrel, sportkorrel, sierlijfkorrel, caviakorrel, pulp zit er niet meer in en tortellijfkorrel. En dan is dit legkorrel. Dit is caviakorrel. En dit lijkt ook weer heel erg op schapen en geitenkorrel. En dan is dit konijnenkorrel. En jullie kunnen eigenlijk bijna het verschil niet zien dat dit konijnen is en dit cavia. Hier is het voer, dat is sierduivenvoer, dat is voor de duiven buiten. En tortelduifvoer. En dan hebben we hier de halsters voor de ponies en de ezels. Hier hebben we nog zaagsel, hier ligt nog brood en hier dan de poetskisten. En dan gaan we ook nog eventjes, hebben we alleen de duiven nog en dan zijn we klaar. Dan gaan we nu even naar de duiven te lopen. En Ido, ze zitten de meeste vast, omdat ze nu moeten met elkaar moeten paren. Alleen twee duiven niet. En dat is die krulduif daar en die andere. En dan hebben we bijvoorbeeld een paar soorten, de krulduif, kapsjijner, de simduif, Hollandse meeuwen, helmduif. En dat was het. En deze maken we bijna eigenlijk elke dag wel schoon de hokken. En hier hebben we twee duiven. We hebben ook één ei uitgekomen. Er waren twee eieren uitgekomen, maar de ene is dood gegaan. En die zit nu lekker in het emmertje. En als jullie hem beter willen zien in de hokken of alles, moeten jullie naar de kippenvideo kijken.
best leuke beelden gemaakt. En die mogen jullie ook kijken. En je mag heel veel sneeuwbrengen ook doen. En abonneren en een leuke reactie achter zetten. En dan zeg ik nog even veel klein plezier bij de leuke beelden die we gemaakt hebben. Doei!